ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een naked unboxing. Ik heb weer een super groot pakket mogen ontvangen met allemaal leuke items. Ik heb ook voor jullie een kortingscode, dus je kan lekker met korting gaan shoppen bij Naked. Ik zal alle linkjes, de kortingscode en de link naar de site allemaal in de beschrijving zetten. Als je vragen hebt over de producten, mag je het altijd in de comments zetten. En ik ga lekker ook alles aandoen. Ik ga alles laten zien. Ik zal altijd mijn eerlijke mening geven. Ik heb best wel lang al een samenwerking met Naked. En eigenlijk ben ik steeds meer tevreden, omdat ze hele leuke nieuwe items hebben. Hele leuke nieuwe samenwerkingen met influencers. En gewoon echt hele leuke nieuwe producten. Dus ik ga lekker alles aan jullie laten zien. En kan echt niet wachten om alles uit de zak te halen. Dus als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik ga gewoon er eentje pakken. En als eerste is dit volgens mij een jurkje. Echt een mega leuke kleur. Oh, heel leuk. Als eerste heb ik een jurkje. Deze heb ik in een maat 36. En dat is een hele mooie roze kleur. Er zitten dus van die soort van kleine franjes op. Ik denk dat de mouwen ook een beetje doorschijnen en de rest niet. Heel erg leuk jurkje. Ik hoop dat ik hem pas en dat hij mooi zit. Maar ja, gewoon voor een feestje dacht ik. Of voor een leuke foto ziet het er echt heel erg leuk uit. Aan de achterkant gaat hij zo dicht. En aan de zijkant zit ook nog een rit. Dat hebben heel veel jurkjes van Naked. Dus dan heb je wel meer kans dat het past. Dus dat is echt super fijn. En daaronder zit nog een onderjurkje. Ik heb het jurkje nu aan. Ik krijg alleen een rit. Krijg ik hier niet zo goed dicht. Maar dat komt gewoon omdat ik het zelf niet kan. Hetzelfde als het knoopje. Maar ik vind het jurkje echt heel erg leuk. Ik zal hem ook nog even helemaal laten zien. Zo ziet het jurkje eruit. Echt heel erg leuk. Dan als tweede heb ik volgens mij een jurkje. Ik zag dit jurkje en ik vond hem echt heel erg leuk. Alleen ze hadden hem alleen nog in de maat 38. Dus ik ben wel een beetje bang dat hij misschien een beetje groot is. Zeker omdat hij een V-hals heeft. Maar ik vond hem gewoon echt heel erg leuk. Dus ja, ik wilde het gewoon heel graag proberen. Het is een beetje een beige jurkje. En erop zitten hele kleine bloemetjes met wit en geel. Heel erg schattig. Het stofje voelt echt super fijn aan. Maar hij ziet er wel een beetje groot uit. Dus ik ben wel een beetje bang. Maar ik vind dit soort jurkjes gewoon echt het leukste. Met zo'n band in het midden. Misschien als ik er een riempje omheen doe, dat hij dan wel goed zit. Dus dit is wel echt even kijken hoe dit gaat zijn. Ik heb het jurkje aan en het zit eigenlijk perfect. Ik heb er dus nu een wit hemdje onder. Maar hij zit gewoon echt prima omdat het gewoon elastiek is. Ik vind hem heel erg mooi. Mooie kleur ook. Ik vind hem echt, echt heel erg leuk. Jammer dat het geen mooi weer is, want dit wil ik echt gewoon elke dag aan hebben. Super mooi. Dan heb ik een spijkerjasje. Ik vind wel de kleur wat donkerder uitzien. Misschien heb ik niet goed gekeken. Ik was eigenlijk op zoek naar een licht spijkerjasje. Ik heb hem in een maatje 36. Hij is heel groot, heel oversized. Dat vind ik heel erg leuk. Het is dus dit spijkerjasje en hij heeft gewoon zilveren knopen. Dat vind ik wel heel erg leuk. En hij is dus in die samenwerking met Rianne Meijer. Dus het is... Oh, hier. Zo zie je dat staan. Deze. Ja, en ik had eigenlijk gewoon nog een spijkerjasje nodig. Ik weet nog niet zo goed hoe ik het wil gaan combineren. Want ik wilde dus eigenlijk dat hij dezelfde kleur was als mijn broek. Maar ik denk dat dat niet gaat lukken. Ik vind hem wel alsnog heel erg leuk. Dus ik ben benieuwd. En ik heb dus een spijkerjasje er eindelijk bij. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dit is het spijkerjasje. Ik vind de kleur eigenlijk echt heel erg mooi. Ik heb hem nu gecombineerd gewoon met een zwarte broek. Wat echt super goed kan. Hij is dus wel best wel oversized. En ik vind het heel erg leuk dat die knopen zilver zijn. Ja, ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Ja, echt een heel leuk spijkerjasje. En echt mega goede kwaliteit. Het is namelijk een heel schattig blauw topje. Ik vind deze kleur blauw heel erg mooi. Dit donkerblauw. En van de voorkant heb je dus hier stof. En aan de achterkant heb je eigenlijk een open rug met alleen wat touwtjes. Ik vind deze stof wel wat minder voelen als ik eerlijk ben. Ik heb deze in een maatje 36. En deze was ook weer in samenwerking met Rianne Meijer. En daarbij, deze hadden ze ook in het roze en in het wit. Maar ik dacht, laat ik een keer blauw nemen. Dus dat is deze. En hij heeft ook hele leuke franjes. Ik denk dat je het beter ziet als ik hem gewoon helemaal aan heb. En daarbij hoort dus een rokje. Ik dacht, die pak ik er maar gelijk eventjes bij. Ik hoop zo erg dat ik dit pas.
Daarbij hoort namelijk dit blauwe rokje. En je kan dit dus als setje dragen, maar ook los van elkaar. Het rokje ziet er heel groot uit. Ik weet het niet. Nou, misschien... Ik moet het gewoon straks aanzien. Ik vind het zo lastig om die maat in te schatten. En hij is wel van een linnen stof. Dat vind ik heel erg fijn. En aan de voorkant heeft hij van die leuke ruffeltjes ook aan de onderkant. Dat ziet er wel heel erg leuk uit. Ik zag dus deze bij iemand in het wit. Vond ik echt heel erg leuk. Maar ik dacht, ik ga hem gewoon in het blauw proberen. Op zich best wel leuk met dat spijkerjasje eroverheen. Oké, dit was echt vreselijk om aan te doen. Ik heb er nu geen BH onder. Maar eigenlijk moet dus iemand anders dit strikken. Want anders lukt het gewoon bijna niet om dit strak te krijgen. Ik vind het een heel leuk setje. Maar ik weet dus niet of ik hem als setje zou dragen. Want ik vind het topje heel erg leuk. Ik denk wel dat ik er nog een BH onder moet doen. En ik vind de achterkant vind ik ook echt super mooi. Ik vind het rokje ook heel erg leuk. Maar ik vind het gewoon samen een beetje too much of zo. En zo ziet het er in het geheel uit. Het is wel leuk. Maar ja, ook wel heftig of zo. Dus ik moet nog even kijken hoe ik dit ga stylen. Wat is dit? Is dit een jurkje? Oké, dan als volgende heb ik dit. Oh ja, heel leuk. Dit super mooie jurkje met deze bloemetjes erop. Hij is dus zwart en de bloemetjes zijn een beetje blauw met geel. Heel erg leuk. En de achterkant, wat maakt het jurkje heel leuk, is heeft hij zo'n open stukje. Ik weet niet of daar precies je BH-band zit. Misschien wel, dus dan moet je hem zonder BH dragen. Maar een heel erg leuk jurkje met lange mouwen. En ik vind het gewoon heel erg leuk om van die laarzen eronder te doen. Hij heeft dus bij de armen een beetje elastiek, zodat dit strak om je armen zit. Heel erg leuk jurkje. De kwaliteit voelt beter aan, vind ik, dan dat linnen setje. Ik heb deze in een maatje 36. Heel erg benieuwd naar dit jurkje. Maar dit zou je op zich ook nog wel gewoon met een panty in de winter kunnen dragen. Zeker omdat hij ook lange mouwen heeft. En aan de onderkant heeft hij dus van die... Hier een beetje van die ruffels. Oké, 3000 uur verder. Dit jurkje is echt onmogelijk om alleen aan te doen. Ik heb er nu geen BH onder. En de achterkant zit dus nog niet helemaal zoals het hoort. Omdat er dus nog een knoopje zit. Maar even voor het idee. Ik vind het jurkje echt heel leuk. Hij sluit echt super mooi aan. Hij zit lekker. Ja, dit komt dus omdat dat knoopje nog dicht moet. Maar echt een super leuk jurkje. Ik moet ook nog eventjes kijken welke BH ik hieronder doe. Maar ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Dan als volgende. Volgens mij is dit gewoon een basic shirt, omdat ik dat gewoon nodig had. Oh ja, nee, dit is gewoon een basic wit shirtje. Ik heb deze gewoon in een maatje S. En ja, deze shirtjes schijnen namelijk niet door, dus die vind ik heel erg fijn. En ja, ze zitten gewoon heel erg lekker. Dus ik dacht, ik bestel gewoon even een wit simpel shirtje. Want ik heb ook best wel veel nieuwe rokjes. En dan vind ik het ook wel gewoon leuk om er gewoon een basic shirtje op te dragen. Dus dat is het witte shirt. Daar is niet zo heel veel bijzonder aan. Dan zit hier nog iets in. Oh ja, een lippotloodje. Ik vond deze er heel mooi uitzien. Kijk, in dit kleurtje. Vond hem wel heel erg mooi. Ik ga hem niet nu opdoen. Dat doe ik denk ik wel even in een weekvlog. Maar dat is dus, die potloodjes verkopen dus ook make-up bij Naked. En ik had nog bedrag over, dus toen dacht ik, ik bestel deze erbij. Een heel leuk topje. Ik heb deze dus ook in het wit en die vind ik heel erg leuk. En hij schijnt een beetje door. En toen ik zag dat ze hem ook in het zwart hadden, dacht ik, nou dan bestel ik deze. Ik weet niet of je het nu goed kan zien, maar hij is dus hiervoor eigenlijk gewoon open. En dan heeft hij twee van die strikjes. Heel erg leuk. En je kan hier dus gewoon een BH onder dragen. Dan zie je het een heel klein beetje. Ik denk dat je het in de aanbeelden wat beter kan zien. Maar dit is gewoon een super fijn leuk shirtje. Gewoon voor boven een spijkerbroek. En ja, ik heb deze ook in het wit. En die vind ik ook heel erg leuk. Maar ik draag ook echt heel veel zwart. Dus ik dacht, dan past deze wel goed erbij. Ik heb deze gewoon in een maatje S. En aan de onderkant en bij de mouwtjes heeft hij dit. Dus dat is wel heel erg leuk afgewerkt. Als laatste heb ik hier het zwarte topje. Mijn zwarte BH zit dus in de was. Die ik hier onderaan wil doen. Dus ik heb er nu gewoon even een zwart topje onder. Maar even voor het idee. Je hebt hier dus een strikje en hieronder. Heel erg leuk. En ik vind het echt een mega leuk topje. In het wit vind ik hem ook al super leuk. Maar ik vind hem in het zwart eigenlijk nog leuker. Dus dat is dit topje. Echt
helemaal blij mee. Dus dat is deze. Dan heb ik het laatste item. Het is namelijk zo'n... hoe noem je dat ook weer? Hij heeft zo'n... Nou, wacht. Ik ga het laten zien. Zo'n beetje zo'n vierkante nek. Dat het zo is opengesneden. Ik vond dat wel heel erg leuk. Ik had deze top ook bij iemand anders gezien. En het stond echt heel erg mooi. En ik dacht gewoon weer op een spijkerbroek. Wel vind ik het soms jammer dat nu lijkt het heel wit. Maar hij is een beetje crème. En ik hou er gewoon van als het product gewoon helemaal wit is. Anders moest erbij zijn dat hij crème was. Oh, er staat ook bij dat hij off-white is. Nou, dat verklaart een hoop. Ik heb zelf niet goed gekeken. Maar dat is dus dit topje. En ik dacht gewoon heel erg leuk voor boven een spijkerbroek. Of onder deze blazer of iets anders. Dit is de witte top. Ik vind hem echt heel erg leuk. Het enige nadeel is dat hij gewoon een beetje doorschijnt. Ik heb er dus nu een witte BH onder. Dus ik moet er even een andere BH onder doen. Maar ik vind de stof heel erg mooi dik. Het sluit heel erg mooi aan. En ik vind dit heel erg leuk. Zo'n shirt. Maar ja, je moet er dus wel een beetje rekening mee houden dat je er geen witte BH onder kan. Maar ik vind hem alsnog heel erg leuk. Dat waren dus de items van Naked. Ik hoop dat jullie de shoplog leuk vonden. Als je het vond, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan hoop ik je heel snel weer bij een nieuwe video te zien. Doei doei!